Ja, je begon het seizoen met een overwinning thuis op AZ. Je eindigt het seizoen met een overwinning uit op AZ. Ja, heel veel mooier kan niet. Hoe trots ben je op je ploeg eigenlijk naar deze prestatie? Ja, enorm trots. Als ik zie hier hoe we ons hebben ontwikkeld als team, ja, dan kun je alleen maar blij en trots zijn. Want uiteindelijk, de jongens hebben het gedaan. Ja, je zegt ontwikkeld als team, vind ik wel leuk. Als je dit team nu vergelijkt met het team wat je had aan het begin van het seizoen, hoeveel beter zijn ze geworden en waar zijn ze vooral beter geworden? Nou, ik denk dat ze sowieso beter zijn geworden in het samenwerken met elkaar. Als je het hebt over een bepaalde manier van voetballen. Dan laat ik beginnen met het verdedigen. Dat moet je samen doen. Nou, doen we dat hoog of laag. En als ik zie hoe we dat hebben gedaan, dat is echt heel knap, vind ik zelf. Niet uit elkaar vallen. Ook niet in twee stukken vallen. Niet in twee linies, gewoon in drie linies blijven. En aan de bal met name kijken van hoe zet de tegenstander druk. Waar kunnen we een overtal krijgen? In de opbouw, in het positiespel, van naar de zijkant uit waaien, tot kansen creëren. Nou goed, zo kan ik alles wel benoemen, maar dat is wel iets wat je in de loop van het seizoen dat je dat gewoon ziet. Alleen de punten bleven wat achter en we liepen keurig netjes één op één. Maar dat was de opdracht, hè? Eén op één? Ja, dat was de opdracht, maar we hebben ook wel wedstrijden gehad waarvan ja, waar we aan de verkeerde kant van de medaille zaten ten aanzien van het resultaat. Maar we voetbalden best wel aardig. En nogmaals, we hebben niet alle wedstrijden goed gespeeld. Dus om antwoord te geven op je vraag, we hebben ons daarin ontwikkeld. Met name in het samenwerken met elkaar. Wat zijn nou momenten uit deze wedstrijd waar je extra van geniet? De doelpunten misschien? Misschien ook andere momenten? Kun je er iets uithalen? Ja, de doelpunten sowieso. Want uiteindelijk, we spelen het voetbalspel om goals te maken. Maar met name die eerste goal vind ik geweldig. Dat is typerend, waarin wij dus niet een bal onderscheppen en dan terugtikken of breed. Nee, vooruit. Lennart heeft de bal, die stelt uit. Die stelt uit. Lopende mensen met veel intensiteit. En dan in de eindfase tikt er Finn hem binnen. Ja, daar kan ik wel enorm van genieten, omdat je daar train je op. En dat is wat je graag wilt. En iets terugzien waarin wat je traint. Zo zijn al die puzzelstukjes op zijn plek gevallen. En nu is het seizoen afgelopen. Nou weten we hoe het weet. Werkt bij RKC. De helft van de puzzelstukjes die gaat verdwijnen. Die gaan naar een andere club. Contracten lopen af. Helemaal weer opnieuw beginnen. Gefeliciteerd. Ja, nee, dat klopt. En dat doe ik met volle teugen. En ik ga er meer aan de slag met mijn staf. Want nogmaals, ik sta hier nu al voor de camera. Maar ik heb een geweldige staf om me heen. Die helpen me en die helpen de club. Dus daar ben ik trots op. Maar ik ben ook trots op mijn mannen. Dankjewel.